Nou, dit zijn dan de korrels waar Zembla het onderzoek over heeft gedaan. De korrels van autobanden. Echte kunstgrasvelden zijn niet bespeelbaar zonder dempende korrels. Ze zorgen ervoor dat voetballers slidings kunnen maken zonder hun benen open te halen. En een voetbal stuitert beter. Korrels van autobanden zijn het goedkoopst. Maar nu het RIVM de gezondheidsrisico's hiervan opnieuw moet onderzoeken, nemen veel clubs maatregelen. Of het nou allemaal wel of niet waar is, wij hebben gezegd van kinderen gaan niet op het kunstgrasveld voetballen zolang deze korrels erop liggen. Totdat het onderzoek heeft uitgewezen dat het veilig is voor de volksgezondheid. Er zijn alternatieven, maar daar moet wel voor betaald worden. Bij Sparta hebben wij de keuze gemaakt om dat met kurk te doen. Als de korrels die erin gaan, dan moet je ze denken dat kurk ongeveer 15 tot 20% duurder is. Het zorgt er in ieder geval voor dat het water vasthoudt, zodat het veld ook wat langer koel blijft. En de reactie van onze spelersgroep en de tegenstanders die hier spelen in het Sparta-stadion, die zijn louter positief. Tussen dit kurk zit nog wel rubber, maar dat is gekookt en daardoor ongevaarlijk. Er is ook rubber dat niet van autobanden komt. Dit is synthetisch gemaakt rubber, oftewel EPDM. Een voordeel is dat het minder blessuregevoelig is. Het absorbeert de schokken beter en daarom is het dus fijner om daarop te spelen. Waarom heeft Sport en Welzijn gekozen voor deze korrels? Want ze zijn wel duurder. Deze EPDM geeft dus minder stoffen af, minder schadelijke stoffen af aan de vocht en aan de lucht, noem maar op. Dus daarom is dit voor een milieu beter. Dan zijn er ook nog korrels van kunststof TPE. Die zijn 25% duurder dan autobanden. Uit kostenoverwegingen koos de gemeente tot nu toe massaal voor het gebruik van rubberkorrels van die autobanden. Maar als straks blijkt dat die schadelijk zijn, krijgt dit bedrijf het druk. We verwijderen de kunststofkorrels, de rubberkorrels, uit het kunstgrasveld. Dat doen we met een rolbezem, vegen we de korreltjes tussen de kunstgrasvezels uit en vangen we op in een bak. En zodoende kunnen we het afvoeren. Er is nog een alternatief. Hybride velden met kunststofvezels en natuurgras door elkaar. Mits goed onderhouden, kan ook daar intensief op getraind worden. Bij HOV DJSCR in Kralingen liggen twee velden, maar als de club zelf kon kiezen... Ik voel mezelf nog in de veteranen bij HOV DJSCR. En dan merk je gewoon als je uitvoetbalt op een echt grasveld, dat iedereen gewoon blij is. Want je hebt geen last van je enkels. En dat meen ik echt.